We zijn klaar om een zeer lekker ontbijt te gaan maken. Een goede, stevige pizza. Voor een goede pizzadeeg, wat hebben we daarvoor nodig? We beginnen eigenlijk met onze 0-0 bloem. We gaan eigenlijk een beetje 0-0 bloem plaatsen. Dan gaan we daar een klein beetje water aan toevoegen. Liefst lauw water. Op 400 gram bloem hebben we 200 gram water. We gaan onze gist hier plaatsen, 12 gram. Dat eigenlijk ook die proces van rijzen gaat beginnen. Wat gaan we daar aan toevoegen? Snufje suiker. Suiker gaat ook helpen die gisting beter te laten werken. Goed kneden begin. Dan gaan we onze rest van bloem plaatsen. De rest van ons water. Heel belangrijk, op deze kwantiteit 3 koffielepeltjes zout. Dat echt een goede smaak heeft. En nu gaan we eigenlijk zeer goed mengen. En wat gaan we hierop plaatsen? Om die mooi een beetje nog malser te maken. Klein beetje olie d'olie van 80 gram. En dat maakt eigenlijk je bolletje eigenlijk ook mooi soepel. Mooie maltse deeg, dat gaat een topdeeg zijn. Koken is ook passie, maar ook voelen. Goed kneden, heel goed kneden. Zeer belangrijk, magnifiek. We gaan er 3 bolletjes van maken. Goed uit elkaar, want anders terwijl dat gaat rijzen, gaat hij eigenlijk bij elkaar plakken. Dat even laten rijzen, onze vochtige handdoek erop leggen. Kijk eens hier, we zijn klaar. Onze pizzabolletjes en onze boys, die hebben toch al genoeg gerust. Deze pizzabolletjes ook. We gaan ze mooi uitrollen. Heel belangrijk altijd. Mooi aanduwen. Pizza. Telkens bloem bijplaatsen. We gaan onze tomaatjes. Een beetje kruiden met zout en peper. Toch iets anders. Pizza als ontbijt. Mozzarella. Moet niet van buffel zijn. Koemelk is ook goed. Hier wat jonge spinazieblaadjes. Die plaatsen we zo midden. Voilà. Dan is ook zo toch een beetje power. Deze smoke sweet paprika past er eigenlijk ideaal bij. En nu zijn we eigenlijk klaar om onze pizza te gaan bakken. En we gaan heel zot doen op de barbecue. Vlammen, weekend met de boys. Hoe heter, hoe beter. Voilà. Onze pizzakjes zijn in bakken op onze mooie pizzasteen. Ongeveer 200, maximum 210 gedurende 10 minuutjes. Ik heb eigenlijk nog nooit gezien een eitje op zo'n... Nee? Nee, nog nooit. Pepe, wat maak je ons gelukkig, jongen? Wat vindt dat ik goed? Kijk wat vrienden. Weet je wat platscheiden yoghurt? En kijk. Ah, eerlijk. Kijk eens hier. Wat vindt het ziet er mee uit, kerel. Dank u wel.